water. De race langs de Mekong is begonnen. Van de drukke delta in Vietnam naar het oude Khmerrijk in Cambodja. Van de dichte jungle in Laos naar de bergstammen in de Gouden Driehoek. Van China naar 5000 meter hoogte in het mystieke Tibet. Tot de finish in Lhasa, de heilige stad. In proeven winnen de duo's een voorsprong, een amulet of een vrijgeleide. Maar wie in een eliminatie-etappe als laatste de finish bereikt, moet onverbiddelijk naar huis. Slechts twee koppels zullen Lhasa bereiken. Voor de finale. Vorige week in Peking Express. Yves en Wendy winnen op de proef een vrijgeleide. Yves en Wendy. Dat meen je niet. Oh, ik had wel iemand anders verwacht. Ze stappen bij Inge en Lien in de vrijgeleidebus. En we dachten van, shit. Nu moeten wij ze geen eerlijk doen, hè? Inge en Lien hebben honger, maar te weinig geld. Dat is te veel. En Yves en Wendy willen niet helpen. Zodat er geld bij open. Geld genoeg, we hadden niets. Mark en Theo en Amir en Jimmy liften samen. Maar dat kost hun bijna de kop. Jongen. Dit is een heel slechte lift. Als je dit overleeft, dan krijgt iedereen echt de pot op. Ik ga voor mijn eigen succes met Jim samen. De mannenduo's halen het net. Het zijn Jan en Miranda die de race moeten verlaten. Dit is het ultieme avontuur. Acht duo's met maar één doel. Met een halve euro per dag zo snel mogelijk liften. Please, please. Langs de machtige Mekong. Ze weten niet waar ze terechtkomen. Dat maakt het ook nooit veel leven mee. Dat is fantastisch. Aan welke gevaren ze blootstaan. En hoe dit hun leven zal veranderen. Stop. De zes overgebleven koppels verlaten Cambodja om samen naar Laos te reizen. Daar wacht hen een lange etappe. Door de jungle tot in Tat Lo. En daarna terug langs de Mekong tot in Pak San. Laos, ik weet dat het een verdomd arm land is. Moeilijkere wegen nog dan Cambodja. Iets bergachtiger. Dus ik verwacht dat het nog ietsje zwaarder wordt dan hier. Laos wordt een aardige berg, denk ik. Ik ben benieuwd. Het communistische Laos was jarenlang geïsoleerd van de buitenwereld. Maar nu zijn de grenzen weer open. Rust en natuur kenmerken dit land. Aan de watervallen van Kon Papeng worden de koppels opgewacht. Jullie hebben een zware en lange etappe voor de boeg. En daarom zal één persoon van elk duo worden getest bij de meditatieoefening. Degene die het langst volhoudt, wint een flinke voorsprong. Maar er is meer, want je mag ook nog bepalen in welke volgorde de andere duo's hier vertrekken. Degene die niet meedoen, mogen vertrekken. We gaan beginnen aan het spel. Jullie moeten je voet in je liestreek zetten, zo hoog mogelijk. En je handen zo hoog mogelijk boven je hoofd. En in die positie moeten jullie zo lang mogelijk blijven staan. Oh, dat is echt een hel voor mij. Je kan niet stilzitten en dat was echt pure concentratie, puur stil zijn. Jimmy, je bent af. Ja, balen. Dat is stupid. Lut, je voet moet hoger en je been opzij. Mark, jij bent af. Spijt me. Lut, jouw voet is los geweest, ook jij bent af.
Liz, je ligt eruit. Alleen Wendy en Lien slagen erin langer dan een half uur te blijven staan. Ik heb er een heel goed gevoel bij. Het was lastig. Wendy stond heel stabiel en ik was een paar keer aan het wibbelen, waggelen. Maar ik bleef gewoon doorbijten. Ik wil mij niet laten doen. Niet door Wendy. Sinds ze samen in de vrijgeleide bus zaten, klikt het niet meer tussen beide duo's. Allee, jou komt erbij. Yves en Wendy zijn niet echt mijn type mensen waar ik in het dagelijkse leven zou mee overeenkomen. Na 40 minuten wil geen van beiden onderdoen voor de ander. Ik wil echt niet opgeven. Niet tegen Wendy. Gefeliciteerd. Woe! Samen met Inge mag je dadelijk als eerste vertrekken met een flinke voorsprong. Yes. En jij mag beslissen in welke volgorde de rest vertrekt. Ik wil nu van je weten wat jouw volgorde is. Wie mag als tweede vertrekken? Lut en Chris. Lut en Chris als tweede. Wie vertrekt er als derde? Yves en Wendy. Yves en Wendy als derde. Als vierde? Mark en Theo. Mark en Theo als vijfde? Frank en Bles. En als zesde? En als zesde Jimmy en Amir. Dat moest een keer gebeuren. Mm-hmm. Wisten we. Amir en Jimmy plaatsten na de vorige startproef Inge en Lien in een trage ossenkar. Wacht maar. We hebben daar ook niet echt een geheim van gemaakt dat ze ons terug wilden pakken. Dus balen. Inge en Lien kunnen hun 30 minuten voorsprong goed gebruiken. Want alleen de eerste twee koppels die het afgelegen Tatlo bereiken, strijden in de proef voor de amulet van 10.000 euro. Dit is het Boloven Plateau in het zuiden van Laos. Een uiterst vruchtbare streek waar de lokale bevolking niet alleen leeft van de visvangst, maar ook van het telen van koffie, papayas en kokosnoten. Hier midden in de jungle bij de watervallen van Tatlo wacht ik onze duo's op. Maar het vinden van een lift kan wel eens bijzonder moeilijk worden. Er is hier echt geen verkeer, hè? Is er geen kans te bespuren, joh? Laos is 3 keer zo groot als de Benelux en telt maar 5 miljoen inwoners. Bijna niemand heeft er een auto. Och, dat is er niet te doen, joh. Dat is er niet te doen, joh. Je hebt dan een half uur voorsprong, maar je staat hier te koekeloeren, hè? Zou jij niet lopen? Lopen? Je kunt toch geen 100 kilometer lopen? Wat is dat voor bucht? Je staat er, ja. Oké, er zijn geen auto's. Ze zullen wel komen, sowieso, want je moet hier wel weggeraken. Ja, je kunt even goed tot die splitsing lopen, hè? Maar waarom? Er is geen, het is 8 kilometer of 10 kilometer. Wat gaat doen? Gaat de koersen? 10 kilometer lopen? Maar doe ik niet normaal, joh. Toen waren er al 25 minuten om en we hadden nog steeds geen auto. Dat is er niet te doen, want je ziet hier dus geen verkeer, hè? Pluto, joh. Dus we zijn gewoon goed beginnen doorstappen op een gegeven moment. Dan wordt hier geen kak. Geloof mij. Goho. 4 duo's blijven wachten aan de Mekong, terwijl Chris en Lut als tweede duo mogen starten. Ja. Ja! Toen we vertrokken, dat was gewoon dramatisch. Er was gewoon geen verkeer. Het gaat niet goed. Het duurt lang. We komen hier niet weg. Moet hè. We kunnen ons niet permitteren van lang te wachten, hè. Dat is er dikke shit. Inge en Lien zijn 3 kilometer doorgelopen en dan, in the middle of nowhere... Oh, hey, niet erop. Hallo. Kom aan, stuur ons alsjeblieft naar een baan waar dat er meer verkeer is. Oké, kom aan, go. Inge en Lien hebben Yves en Wendy als derde laten starten, omdat ze het geen opvallend sterke lifters vinden. We zijn vrij onopvallend ten opzichte van anderen. En dat zorgt ervoor dat bepaalde mensen ons niet hoog inschatten. En daar ben ik gewoon heel blij om ook. Dus van, laat iemand denken dat we een zwak duo zijn. En net op het moment dat het nodig is, dan zijn we er wel. We have to go as fast as possible to Paxi.
Yves en Wendy houden een wagen tegen die in de tegenovergestelde richting rijdt. Ze zijn vastbesloten de man te laten omdraaien. We've been here for two or three hours and no cars. We hebben natuurlijk een paar troeven uit te spelen. Dat is één, de charmes van Wendy. Please. Wendy is een ontzettend mooi meisje, dus er kan wel eens mensen ompraten. Please, can you bring us now? Please, it's so important. You're gonna be the best. Het is wel lief lachen en we proberen mijn charmes te gebruiken. En gewoon de keihard vergaan. Please bring us first. Please bring us. Het charme-offensief werkt. De chauffeur maakt rechtsomkeer. Oh, you're the best! Thank you! Op hetzelfde moment worden Inge en Lien afgezet bij een splitsing. Verschrikkelijk. Dan staat het daar, hè? En dan kun je weer wachten op een andere auto of een andere bus. Nee, maar dat is zo moeilijk, hè, hier. Zo frustrerend, joh. Het is 11 uur. Alle koppels zijn aan de race begonnen. Maar niemand vindt een lift. Behalve Yves en Wendy. En hun chauffeur gaat er helemaal voor. Ging goed. Die reed ook goed door, dus dat was goed. Can we come with you? Please? Kom aan, jongens. Spring erin, schat. Kom aan. Wanneer Inge en Lien eindelijk een nieuwe lift hebben, zijn Yves en Wendy vlakbij. Oh, ho. Yves en Wendy, die kan daar, joh. Het is niet waar, hè. Yves en Wendy zijn er. Jaarder! Hoi, kom! Pick hem in, come on, go! Ik heb 3 kwartier ingehaald op de eerste vertrokkenen. Toch wel een gelukzalig gevoel. Verdomme! Six als derde, je ziet het. Moest ze van achter gezet dan, joh. Oké. Okay. Al 3 uur lang staan Mark en Theo hopeloos te wachten. Oké, hij gaat naar Pak C. Ja, Pak C? Ja. Oh, very good. Kom maar, op tak. Oké. Very good, thank you. Riem met dat ding, godverdomme. Ze rijden recht naar Frank en Bliss, die een kilometer verderop zitten. Wat? Zijn Mark en Theo. Niet aantrekken. Kunnen we er naar bij? Geen probleem, ik kom erbij. Stilder, erop. Is het naar gelang de omstandigheden eigenlijk, hè? Maar Frank en Bliss een aardig koppel. En dan ben ik ook altijd content. Kom, weg. Wegwezen, zie. Hé, hey, mannen, monsieur. Dat gaan we nooit vergeten. We gaan naar Hinter, jongens. Terwijl de achterhoede rustig geniet van het zonnetje... Zalig, jong. Zalig, vent. ...woedt vooraan de competitie tussen Inge en Lien en Yves en Wendy in alle hevigheid. Beide duo's moeten in handelscentrum Pak C van lift wisselen. Ja, tweeërst. Ik kan give you a kiss. Thank you too. Oh joh, staan daar, maat. This way. Kom aan. Je mag voor ons staan natuurlijk, hè. Het zijn die ruiters, ik ga eruit en als de drek tegen. Oh. Twee. Joehoe. We gaan gewoon al de auto's tegenhouden, zodat zij geen kans krijgen eigenlijk om op een auto te springen. Can we come with you in the truck? Ja? Je pak zo. Ja, bol. Oké, kom aan. Thank you. Kom aan. Niet stoppen voor het anders. Kom aan, go. Oh. Niet stoppen. Kom aan, go. Godverdomme. Gewoon degutant. Had ik het verwacht? Nee. Had ik het gedacht? Ja. Blijkbaar zijn ze zo egoïstisch. Yes! Yes! Blijf dan maar staan trunt, jong. Blijf dan maar staan zin houden. Ieder voor zich, hè? Ieder voor zich. Ik wil als eerste toekomen. Amai. En ze daar zo apathisch zien staan, ze doen zo. Ja. Hey, ze zijn niet erop lolo spelen, hè? Want ze zijn hier als tweede, hè? Ja. Ah, ja. Frank en Bliss zijn gestrand in een klein dorpje op 50 kilometer van Pak C, samen met Mark en Theo. Er komt de auto aan. Hello, sir. You go, Pak C? Yeah. Can we go with you? Kunnen we er allemaal in? 2 man kan er mee. Ga maar. Doen jullie maar, jongen. Ja. Jullie hebben ons meegenomen. Ja? Doe maar. Oké. Ze gaan al helemaal op in de ontspannen sfeer van Laos. Met mensen die mij nog geen enkel bloed hebben gedraaid of wat dan ook, dan zeg ik, kijk, jullie hebben ons meegenomen, nu is het jullie tour. Dus heb ik mezelf misschien 2 plaatsen achteruit gezet. Maar goed, het zij zo. Oh,
altijd aardig van Frank en Bliss, hè? Yeah. Vooraan in de race wordt het spel veel harder gespeeld. Maar Inge en Lien, ik snap het niet. Ik vind dat echt... Wij zouden dat nooit doen, hè? Nee? Het is er een jeep! Oh, dan tegenhouden dat je hem niet kwijt zet, hè? Ah, oh, fuck! Yves en dingen zitten erin. Yves is niet te spreken over het gedrag van Inge en Lien. Zeg, Lienneke, waarom houden jij het nou niet gewoon tof? Hè? Waarom houden jij het nou niet gewoon tof? Hé, ho, ho! Had ik gewild, had ik er van achter gezet. Dus ik vind dat niet te veel toepee moet hebben, hè? Sorry, hoor. Ja, dat is zoiets van alleen, waarom... Ik ga er niet mee pakken, het is een spel, hè? Inge en Lien, ja, die zouden gewoon... Ja. Die zouden gewoon continu overal doorrijden en zeker niet aan een ander denken. Zeg, het is een spel nog altijd, hè, Yveske? Ja, maar ja. De strijd wordt steeds persoonlijker. Yves is pretentieus. En Wendy, als helemaal mijn type niet, zullen nooit mijn beste vrienden worden. Zeker niet. Ah, ik haat deze. En zeggen, jij zit toch met vrienden, je weet hoe dat is. Oh, ik zeg hier toch heel rustig wat ik denk. Je weet hoe dat is. Straks in Peking Express. Ik slaap niet, ik ben zo ingewild. De duo's moeten overnachten in de wildernis. Ik ben eerder bang voor een slang of zo, of een tijger of stanter of weet ik veel wat. Er is amper verkeer in Laos. De meeste duo's komen daarom niet vooruit. We doen ons best, hè? Maar meer kunnen we niet doen. Nou, ik vind dat we zeker ons best doen. En die anderen hebben ook al pech, want die zijn nog niemand ons voorbij gekomen. Yes, we go that way. Maar er wacht hen nog een grotere hindernis. De route van Pak Song naar Tatlo loopt dwars door de jungle. Op de laatste 20 kilometer woont bijna niemand. En wie een auto heeft, waagt zich niet langs dit pad. Hey, die kunnen hier niet door met nood. Sorry, sir. Inge en Lien bereiken het junglepad minder dan een minuut na Yves en Wendy. Het is nog daar. Ja, moeten wij wandelen, hè? Hallo! Noodgedwongen trekken de twee rivaliserende koppels samen de wildernis in. Gadverdamme. Als je dat tegen doen, het is een vlekje. Inge en Lien proberen Yves en Wendy te ontmoedigen. Zeven, zassen, zeven. Zo gaat het goed, zo gaat het beter. Al in de kilometer. Hé, hey, verstop! En ik die nooit graag in de scout zat. Ik weet niet wat er mij overkomt. Ja. Shit, joh. Heel belachelijk is dat, eigenlijk. Ja, dat haalt niks uit om te beginnen lopen. En als zij dat willen doen, ja, dan mogen ze zich moe maken. Lopen ze ook? Nee. Twee uur later. Inge en Lien zijn hun voorsprong alweer kwijt. Maar ik kan niet erop niet meer lopen, zoals gaat, anders ga ik dat niet aan. Om 4 uur precies zitten alle koppels op het junglepad. Niemand heeft een levende ziel gezien. Anybody home? En iedereen maakt zich zorgen over een slaapplaats. Nee, joh, ik slaap niet, ik ben zo ingewild. Come on! Nog 5 minuten voor de race wordt stilgelegd. Schat. Oh. En er zit niets anders op dan de nacht door te brengen in de jungle. Nu vinden we het nog plezant, hè? Wacht bij een uur of twee. Ah! Oh, dat is mijn huid, dat is mijn huid. Van zo'n dikke, dikke mier, jong. Fuck. En in de jungle? Fuck is dit nou? Voor stadsjongens Amir en Jimmy is de jungle onbekend terrein. Fijn om daar te slaan. Waarschijnlijk beesten tegen die je leven nooit meer zal tegenkomen. Die tent goed dicht houden, weet je. Dat is het belangrijkste. Maar het is de eerste keer dat ik in een tent slaap in een bush. Well, here you are, brother. In de jungle of Laos, toch? Ik was eerder bang voor een slang of zo, of een tijger of zo, of een panter of weet ik veel wat. Vandaag met een slang vechten wezen. Boa constrictor. Kutbeesten. Zonder schenzine. 3 kilometer verderop zijn Chris en Lut samen met Mark en Theo gestrand. Het is wel gezellig, zo met z'n vierde, toch? Ja. Goed, alleen maar seks. Dat staat alleen maar seks, de hele nacht. Mm. Ja, ja, zeker wat. Lut heeft een pad ontdekt, dwars door de wildernis. Hey, kijk hier. Wat moet ik daar een tent te zetten, joh? Ja, maar kunnen we niet eerst kijken, want hier is een dorp misschien. Ja, we vonden natuurlijk geen slaapplaats.
zegt, ja, nee, laat ons even moeite doen. Misschien vinden we toch nog iets fatsoenlijk. Hé, hey, een huis, kijk daar. Wat is dit, Hella? Joehoe! Sabadi! We hebben daar een schuur gezien in een open veld. Tussen de planten in, niet bekeken vanaf de weg. Anybody home? Oei, kijk hier. Wat is dat? Het zijn allemaal henneplanten. Maar nee, jongen, kom. Volgens mij is het koffie. Zeg, zouden ze gelijk in die film van met Leonardo DiCaprio. Dan zijn er van die drugsmannen hier. Met geweer. De schuur lijkt onbewoond. Ik kan er ook liggen, hè? Dat is toch ideaal? Maar dan doet Mark een akelige ontdekking. Kijk eens uit. Moet dat zien. Er lag een injectiespuit en je weet eigenlijk ook niet wat er ronddwaalt. Hè? Dus als iemand iets kwaads in de zin heeft... Ze vertrouwen het zaakje niet. Is het wat? Er ligt een spuit, een injectienaald. Een drugscutee, denk ik, hier. Ik ga niet in het huis liggen, hoor. Hier slaap ik niet in, dan slaap ik liever in de tent. Ga weg, joh. Geen trap zetten, joh. Hij zit een beetje onder de boom en zo en al. Dan gaan we terug. We zitten wel veilig, Lut, met die gasten vanavond. Mm-hmm. Altijd geluk dat we Theo en Mark zijn tegengekomen. Dat we niet alleen waren. Op hun nieuwe plek voelen ze zich meteen thuis. Ik sta me daar in de hoek te wassen. Hey. Ja, ja. Nou, ik draai me wel om, joh. Ik moet echt niet denken aan seks nu. Ah, jee, maar shoot ze toch. Ik word wel moe van het kijken naar jullie. Ja. Alle duo's gaan zo snel mogelijk slapen. Want morgen moeten ze nog een flinke afstand lopen. Maar de nacht is van korte duur. En Chris en Lut worden voor dag en dauw gewekt door Mark en Theo. Jongen, ik heb het echt heel erg koud gehad van. Het is tijd. Ze willen stipt op tijd vertrekken. Nou, schiet op, meid. Je moet over 7 minuten gaan lopen. Ah, fuck you. Ik had echt weinig puff om heel erg mijn best te doen. Gewoon dat je moe bent. Trieskus, alstublieft. Ja. Waar moet mijn schoenen ook benden? Hup, kom. Doe het ergens aan. Hè? De mannen zijn het getreuzel van de vrouwen beu. Hier, uw slaapzakje. Mark, kom, we moeten gaan, anders zijn we te laat. Ik had het idee dat we nog zeker 3 kwartier moesten lopen. Dus ik had goede hoop dat we het zouden halen. Het is tijd. En dus vertrekken de mannen alleen. Ja, loop maar. Wil je weg of wat? Ja. Kom op, Lutje. Beter, hè? Ja, het is dikker nog. Het is nog 1.5 uur voordat de zon schijnt. Maar Mark en Theo hebben nog een lange weg af te leggen. Want ver voorop zitten Inge en Lien, gevolgd door Yves en Wendy, op weg naar het dorp Kyanko. De duo's zitten allemaal op minder dan 15 kilometer van het checkpoint. Maar zolang er geen verkeer is, zullen ze moeten stappen. En kan het nog uren duren vooraleer ze hier aankomen. De eerste 2 duo's die het checkpoint bereiken, mogen deelnemen aan de proef. De inzet is een amulet van €10.000 en een belangrijke voorsprong voor de rest van de etappe. Chris en Lut hebben al 3 kilometer verloren op Mark en Theo. We zijn zwaar, zwaar de klos, hè? Dit was niet normaal, weet je. 20 kilometer wandelen is veel. Nou ja, op zich is het niet veel, maar met een volle rugzak en je tent eraan is het echt wel veel. Mannen die gaan lopen, die hebben sterker benen en spierkracht voor die rugzak te dragen. Amir en Jimmy komen al gauw dichterbij. Na 10 minuten zagen we 2 mensen voor ons lopen. En al gauw hadden we door dat het Chris en Lut moesten zijn. We dachten van, ja, die zitten er doorheen en die moeten we kunnen hebben. De jungletocht wordt fysiek te zwaar voor de 50er Lut. Sinds de eliminatie van Jan is zij nu de oudste deelnemer. Ik heb toen nog even de rugzak van Lut aangetrokken, want die hing helemaal naar beneden. Dank je wel, liever. Als dit gaat schommelen, dat is vervelend. Oh. En toen zeiden we van, oké, okay, tabé, wij gaan verder. We hebben het opgegeven, wij horen bij het meubilair. Vooraan, vlak bij de bewoonde wereld, zitten 3 duo's elkaar op de hielen. Ik probeer alles te geven, maar het is niet gemakkelijk. Inge en Lien worden al snel achterna gezeten door Yves en Wendy. Dat ik het gevoel heb dat wij zo snel stappen. En Mark en Theo zijn inmiddels ook vlakbij. Zo fucking duk, we gaan door.
Ja, ik denk dat daar is. Best ook, joh. Dat zit er toch een dorpje uit, hè? Hier, die huisjes, dat is allemaal heel primitief, hè? Wat is het? Kianko? Kianko. Kianko. Kianko? Kianko. Ja? Kianko? Kianko. God, dat is niet waar, hè? Kianko is daar. Dat kon niet. In Laos lijken veel dorpsnamen op elkaar. Het is terugkeer. Inge en Lien begrijpen er niets van. Zij maar als eerstes en dan zijn er nog voorbij. Dat kan toch niet? Ook Yves en Wendy hebben de jungle overleefd. Hier is toch geen splitsing, hè? Ze hebben die Kianko. Alle twee, ja, dat is weer tevens, hè. Ik ben nog verkeerd lopen nog. Kianko? Daar of daar, wat is het? En twee minuten later bereiken ook Mark en Theo hetzelfde punt. Zijn we er al? Dat ben die... Kianko. 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 Die stuurt ons terug, joh. Nee, dat kan toch niet. Hé, jij bolle. Hinten. Oh, ja. Fuck. Ja. Woehoe. Yes, 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 yes. Alleen de eerste twee duo's mogen de proef spelen. Yes! Ik was heel nieuwsgierig met wie dat we de game gingen spelen. Want toen zag ik in de verte Yves en Wendy aankomen. Ik dacht, dat is niet waar, hè? Weer met die twee. Hier, Prut. Zijn wij er? Ja. Oh, amai. En? Tjus. Als het parcours een stuk langer had geweest, hadden we ze waarschijnlijk wel bijgebeend en ingehaald. Maar goed, ik was heel content om tweede te zijn. Fuck, fuck, fuck. Bij de watervallen van Tatlo strijden Yves en Wendy tegen Inge en Lien voor hun amulet en de voorsprong. Ze moeten 10 kokosnoten uit het water vissen en die zo snel mogelijk naar een plek in de jungle brengen. Als je daarmee klaar bent, krijg je 30 van dit soort pijlen en die mag je afschieten met dit wapen. Laotianen gebruiken deze kruisboog om op klein wild te jagen. En wie als eerste een pijl in de 3 doelwitten krijgt, wint deze amulet en een belangrijke voorsprong voor de rest van deze etappe. Allemaal klaar? Start! Nee, dat is een onzin. De duo's zijn tegelijkertijd klaar met het opvissen van de kokosnoten. Ja, toen begon het natuurlijk. Je moest die kokosnoten verdelen. Want die mand die weegde heel veel en die 10 kokosnoten konden daar niet in. Ja, ja. Allee, zijn er genoeg? Inge vertrekt als eerste, maar Lien blijft sukkelen. Kom aan, Bol. Nee, schatje. Allee, Bol. Je moest gewacht hebben. Je moest eerst die mand afgedragen hebben. Het was verschrikkelijk. Telkens als ik die mand opheb, vielen al mijn kokosnoten eruit. Ik weet dat ik niet handig ben, maar op dat moment wilden ze rap mogelijk die kokosnoten in die mand hebben en zo rap mogelijk dat parcours afdoen. Manneke, dat weegt. We waren voorop met dat parcours af te leggen, dus ik had zoiets in mezelf van ja, dat komt wel goed. Hey, kom hier! Wat verdomme! Ja! Ja! De eerste geraakt. Ik dacht van, dat is niet waar, hè? Hoe is dat toch moeilijk? Allee, joh! Doe het toch! Kom op, katsen! Kom op, katsen, stapje! Geef me nog in. Kom op, katsen! Gaat! Gaat! Net van, dat erin, net van! Wat? Maar pure concentratie, schat. En de kokosnoot kijken en je concentreren. De punt op de kokosnoot. Ah. Weg, weg. Ik weet dat Lien een persoon is die enorm veel gaat tetteren, die dat gaat roepen, die dat ons uit concentratie gaat proberen te halen. Ja! Ah, kom aan! 1-1. Kom op,
Wanneer Yves en Wendy nog één keer raak schieten, winnen ze de proef. Yes, kom. Ja, 2-2. Zo close en toch winnen die weer al. Frustrerend, hè? Dat is de derde. Naast het amulet krijg je ook nog eens een voorsprong. Jullie mogen nu vertrekken. Wie morgen het snelste finish bereikt, wint een amulet en de vrijgeleide. Dat duo kan in de volgende etappe niet geëlimineerd worden en mag dus al zeker mee naar de Gouden Driehoek. Op naar de Golden Triangle! De race loopt van Tat Lo terug naar de Mekong, de natuurlijke grens met Thailand. Terwijl Inge en Lien genieten van hun voorsprong, komen ook Yves en Wendy, Mark en Theo en Jimmy en Amir eindelijk uit de jungle. Ze staan samen op de hoofdweg. Nu is er wel verkeer, maar toch komen ze niet weg. But yes. We need a car. But we need a car. Can please, you... please, please. 5 kilometers. Lukt het niet? Nee. Doe die ramen kan niet zo open, jongen. Wait. Lao Tjanen zijn schuchter en in deze streek zijn ze geen buitenlanders gewend. We're going that way. No? Please, please. Volgens mij denken ze dat we ergens ontsnapt zijn uit een gesticht of zoiets dergelijks. Ik snap dat niet, jong. Die pakt die niemand niet mee. Hello. Maar Wendy geeft niet op. Can we come with you, please? A little bit further? Come on, lady. Yes, can we? Can we? Okay. Yeah. No. Maar helaas, ze moeten het met iets anders stellen. Can you give me a gift? Yes, you can. Thank you. Top quality condooms. Thank you. Oké, okay, thank you. Wat zijn we godverdomme met condooms, jongens? Huh? Kunnen wij niet laten gaan in Mary? Het is toch geen pakje suiker? Ha! Godverdomme toch. Can I go with you? Racebeesten Amir en Jimmy zijn 200 meter teruggewandeld en hebben wel een lift te pakken. Dat is een vrachtwagen waar we gerust met z'n allen op kunnen. Ze willen al hun kansen op de vrijgeleide benutten. Rego, ja? Als je twee doen, gaat het goed. Komen meer mensen bij, wordt een probleem. Ja. Fuck it, dude. Don't stop, go. We gaan die bus tegenhouden, hè? Ja. We gaan net zo lang tegenhouden tot we erbij mogen. Ja. Stop. No. Go, man. Maar de chauffeur begrijpt Amir niet. Oké, hij stopt. Jimmy, ben je erbij? Ja? Jimmy zegt oké. Als we door waren gereden, hadden we een gat geslagen. Dat doet de tweede positie. Dankjewel. Is goed, joh. Thanks, boy. Oké. Maar goed, Jimmy kon er ook niks aan doen. Ja. Dat we eigenlijk van tevoren moeten afspreken, laten ze niet opstappen. Perfect, jongens. Ook Chris en Lut hebben de jungle achter zich gelaten. Ik ben vandaag niet zo fanatiek, Lut. Na de loodzware tocht willen ze vooral genieten van het rustige Laos. Ik dacht ook dat we heel ver achterop lagen. En dan hadden we ook nog die wandeling in de benen zitten die voor ons niet echt goed was geweest. Oh, dat is lekker. Je moet eens proeven. Zonder één lepeltje, zonder die ijs. Dat is eerlijk gezegd, hè, de lekkerste koffie die ik ooit ergens in een land heb gedronken, dat is deze. Echt chocoladesmaak heeft die, ik weet niet waarom. Dat is echt zo'n bitter, hè? Is lekker, ja. Heerlijk. Ik kan nog wat melk bijvragen. Wanneer Frank en Bliss als laatste het dorp bereiken... Jongens toch. ...zijn Chris en Lut nog altijd niet vertrokken. Ja. Vrijgeleid in die amulet, ja, die hou je mooi mee. Dat doen we toch niet meer al. Met meer dan een uur achterstand. Je moet daar heel realistisch in zijn. Ja. Ja, maar dan ga ik liever een beetje op mijn gemak amuseren. Ik vind het niet leuk om laatste te zijn. Dat hebben we ook echt nog nooit gehad. Maar ja, het is geen eliminatieronde, dus so be it. We two with you in the back, ja? Yeah? Thank you. Doe nog niet. De vier achterblijvers besluiten de toeristen spelen. Kom op, Chris, we verliezen een beetje. Ja, we verliezen geen tijd, want we hebben toch de kans in.
Voor mij was het duidelijk, we hebben weinig kansen om in te halen. Dus ik heb vandaag een dagje vrij afgenomen. Twee dagen vakantie. We kunnen toch niet meer inhalen. Na de nacht in de jungle willen alle duo's een comfortabele slaapplaats. Maar er staan maar weinig huizen langs de route. Hier is echt moeilijk, hè? 5 minuten voor het stilleggen van de race ziet Inge plotseling een huis. Stop. Niet verder gaan? Hier slapen? Ja, zeker. Allee, hoe meen je dat? Lien vindt het geen goed idee van Inge om 5 minuten voor tijd te stoppen. Ik weet zelfs niet wat aan huis is. Dat kan gewoon een stal zijn. Joh. Doe toch niet toe. Do you speak English? Waarom? Dat zijn boeren. Boeren kunnen zijn geen woord Engels. Normaal neemt Lien de beslissingen. En Inge krijgt de volle laag. Potverdorie, moest er nog 5 minuten verder gereden hebben. Ja, sorry. Ik ben ervan overtuigd dat als we over die brug hadden geweest, dat we daar winkeltjes hadden gevonden en een heel hoop huisjes. Maar niet in een straat gaan kruipen wat er 3 huizen staan. Boerdop, gelijk Everbeek. Dom, hè? Inge is het gezeur van Lien Beu. Het is gewoon de manier waarop. Ik ben redelijk volwassen, dus je kunt dat ook wel rustig tegen mij zeggen. Maar kom, hij wilt die brug over, en wel, we gaan die brug over. En als het tafel die brug je tent moet opzetten, en wel, dan doet het maar. Dan slaapt hij maar in het midden van de weg. Weg! Wacht even op mij, alstublieft. Thank you, kom Jailalai, bye bye. Achteraan in de race zijn de 4 vakantiegangers gestopt in een groot dorp. Ik heb wel eens goed zin in een familie te zitten, maar misschien toch wel een wasbak of zo. Ik vond dat we eigenlijk wel verdiend hadden, ja. Toch wel een goede slaapplaats en een goede maaltijd. Maar ja, je kunt wel denken dat je ze verdient, maar daarom krijg je het niet altijd. Dus. Ze zoeken samen een slaapplaats. We want to ask you something. Hoe? Maar je kan maar, ik kan maar. Sure. Speak Lao. No, yes, yes. Don't speak Lao. No. No, no Lao. We sleep. Niemand kan of wil hen helpen. Laotianen zijn heel vriendelijk, maar ook heel schuw. Weet je, die mensen zijn zo achterdochtig, dat is echt niet normaal. Ik denk dat ze echt gewoon een beetje bang zijn, dat ze het eng vinden. Het is wel moeilijker hè, hier in Laos, hè? Ze zijn allemaal heel schuw. Can we sleep? Zelfs een man uit het dorp die Engels spreekt, lukt het niet om de dorpelingen te overtuigen. Toen kwamen we uiteindelijk erachter dat we de dorpschief, de burgemeester, moesten hebben voor toestemming. We moeten wel heel lief kijken, hè, Chris. Wacht even op mij, alstublieft. Inge is nu al meer dan een half uur verder aan het lopen om Lien haar zin te geven. Ik ga gewoon hier slaapplaats zoeken. Nee, kom even in mij, kom. Al dat uitgekaft. Ik vind dat we ruzie maken, want dan gaan we het alleen maar verergeren. Sorry, oké? Okay? Ik ga eraan werken dat ik niet meer zo dominant ben en noem maar op en zie en sap. Zwijg erover. Ja, maar ik wil niet zo de avond doorbrengen dat we, ik weet niet hoe afstandelijk maar we gaan zijn. We niet afstandelijk zijn. Ik heb er nu gewoon even geen zin in. Laat mij gewoon even gerust. Oké. Okay. Volgens de boeddhistische traditie zijn monniken heel gastvrij. Misschien in een tempel? Ja. Tempel? Ja? Kom maar. Sabadi. Hier kunnen we toch rustig ons tentje opzetten, hè? Na een hele dag te hebben samengereisd, zoeken ook Amir en Jimmy samen met Mark en Theo en Yves en Wendy naar een goede slaapplaats. Ja? Ja? Hallo. Oh, man. De tempel is groot genoeg voor alle 3 de duo's. Maar goed, we kunnen maar 1 ding doen en dat is morgen gewoon iedermaal onze eigen weg. Na lang wandelen komen Inge en Lien eindelijk weer een dorpje tegen. Kijk hier, ja, zie je dat hier? Oké, ja, kijk, had gelijk gehad. Hier is er een groter dorp. Centerparks, here we come. Hallo. Hij mocht er best thuis kunnen uitkiezen. Hier, dat stenen huis. Oké, dat is een lumineus idee. Ik ben volledig akkoord met uw beslissing. Hallo. Can we sleep here?
Oké? Okay? Ja, we mogen hier slapen. Ja? Hier? Oké, oké. Oh, voilà, dat is okay. Fantastisch, hè? Yes? Ah, thank you, thank you. Zie je mij graag? Kus. Nee, nee. Straks. I love my girlfriend. In Laos moeten alle jongeren, om de geest te zuiveren, minstens enkele maanden naar het boeddhistische klooster. En bijna elk dorp heeft er zo een. De drie duo's mogen in het dorpsklooster slapen. Maar daar zijn wel voorwaarden aan verbonden. Soon, when the female and the male go to the temple, they cannot sleep together. They have to separate. Okay. But when you go outside the temple or curry, you can sleep together or whatever to do or something like that. Okay. Yeah. Okay. Okay. On the weekend. Yeah. On the weekend. Six and there. Thank you. Yeah, Oh, ik ga blij zijn als ik mijn hakken in hier leg. Oh ja, krak, krak. Oh, krak. Slaap een meisje. Die heeft van stemmingswisselingen, maar zij heeft ook ADHD en dat is een van de symptomen daarvan. En als ze een keer tegen mij roept, ik zeg ja, moet je daar geen sorry voor zijn en omgekeerd ook. Ga je dromen over mij? Ja. Ik ga dromen over de vrijgeleide. Nee, droom niet van mij. Dat is leuker. Is dit de bonus of de village? De Laotianen laten zich niet opjagen. Het duurt dan ook uren voor Frank en Bliss en Chris en Lut de dorpschef te zien krijgen. Sabadi, sabadi. Hallo. We need a place to sleep and a little bit of food if possible. Wat zit hier allemaal? Volgens mij zijn die muisjes klein, maar mijn lul is groot. Oké. Okay. Als we eerder hadden geweten dat we de burgemeester hadden moeten hebben, was het niet zo'n probleem geweest. Nok. Nokie pokie. Nok pok. Tomorrow, we have to go to Savanakhet. Yeah. Maybe Big Boss knows a car to bring us a little bit further. Speedy Gonzales. Ze passen zich goed aan de rustige mentaliteit van de Laotianen. Hoe bezig? En dat levert hen een lift op voor morgen vroeg en een stevige maaltijd. Dat is echt lekker. Het heeft soms een voordeel om last te hangen, hè? Straks in Peking Express. Wat zit hier niks? De race om de vrijgeleide barst los. Come on, go, go! Het duo dat vandaag het eerst de finish bereikt, wint een amulet en een vrijgeleide. Bye. Frank en Bliss en Chris en Lut krijgen om 6 uur precies een lift van de dochter van de dorpschef. You bring us further to Pak Sang? Yes. Geweldig. We zaten wel goed. We hadden eigenlijk vers nog een douche genomen en een fantastisch busje. Ze liggen nog 20 kilometer achter op de drie duo's die in het klooster hebben geslapen. Ah, jongen, jongens, ze zijn op bedeltocht, hè? De monkskes. En bij de monniken viel er geen lift te regelen. Het is een beetje kijk, het is een beetje zoek, maar er is het niet, hè? Passeert hier niks. Passeert hier niks. Ja, we mogen erop. Mogen we erop? Oh joh, amai, fantastisch. Inge en Lien hebben meer geluk. We hadden ons gewoon moeten opleggen, jong. Ze zitten nog altijd op kop. Daarachter staan Yves en Wendy met Mark en Theo en Amir en Jimmy radeloos te wachten op hun eerste lift. Chris en Lut en Frank en Bliss genieten achteraan van hun vakantie. Eigenlijk 20 voor 7.
Voorlopig ziet het er niet naar uit dat een van deze drie duo's de vrijgeleide wint. Ik moet nu kijken, nu kijken. Ho, verdomme. Yes! We staan er met z'n allen. Ze worden zelfs ingehaald door de hekkensluiters. Ongelooflijk. We dachten dat we veel ver achter lagen vanmorgen. Dat bleek helemaal niet zo te zijn. Jullie kunnen er niet meer bij, denk ik. We love you. We love you all. Fuck, jongen. Yeah. Ik heb zin om te juichen. Dat komt nog dik in de chakot. Hoi, come on. Faster. Ja, liefke, we rennen toch? Inge en Lien zitten nog altijd voorop, maar hun lift gaat super traag. We kunnen beter lopen. Maar we rijden nog geen 25 uur om. Ze rijden zo langzaam dat een jeep hen dreigt in te halen. Kom jong, dit in een jeep stoppen jong. Die gaan niet stoppen. Twee. Achoo. Doe maar. Het ging echt verschrikkelijk. Op een gegeven moment dacht ik van nu gaan we ons gewoon even aan de kant zetten en met een andere auto verder rijden. Inge probeert Lien wat te kalmeren. Red. Dat niet raakt er niet op uit. Dit is de Misai-tempel in Paksan. De duo's zijn hier naartoe onderweg. Het koppel dat hier als eerste aankomt, wint de amulet en de vrijgeleide. Geen racestress dus voor hen de volgende etappe. Oké. Ook de zes achterblijvers hebben hun zinnen gezet op de amuletten en de vrijgeleide. Maar nu pas verschijnt de eerst mogelijke lift. Please, it's very important. Please, help us. Hey. Kut zo, jongen. Ik heb het idee dat als we met z'n zes op die auto afspringen, dat dat helemaal geen zin heeft. Die mensen die schrikken, die zien een muur van mensen op zich afkomen. Ja. Mark en Theo hebben een plan. Het lijkt mij het beste dat we met z'n tweeën vooraan lopen en dat wij gewoon een busje aanhouden en de rest meelaten. Hé jongens, wij lopen even een stukje terug. Amir en Jimmy vertrouwen het zaakje niet. Ja, die jongens gaan los van ons willen komen. Hij staat eigenlijk net hetzelfde te bedenken ook. Ja, ik bedoel, iemand anders mag ook teruglopen hoor. Als ze twee anderen terug willen lopen, vind ik het ook best. Kom, we gaan een stukje terug gewoon. Ja, lopen jullie. Kom een pick-up tegen, dan kom je hier langs, hè. Maar de Amsterdammers willen zelf loskomen van de anderen. Als we daar staan en er komt een personenauto, dan zijn we weg. Want we zijn nu niks verplicht. Er komt iets. Ah, er komt iets. Kom, daar komt iets. Kom. Oké. Okay. Weet. Ik moet toch even die gat slaan nu even. Please help us. We're going back. Amir en Jimmy nemen de lift alleen voor henzelf. Pai. Oeh. Pai. Hé, hey, moet nu kijken. Hé, hey, verdomme. Fuck you. Er was nog zeker plaats voor twee mensen. Het zijn gewoon egoïsten. Die hoeven geen woord meer van me te verwachten. Ze zijn gewoon zo uitgenast voor zichzelf bezig. Maar ja, ze hebben de klassiekers niet gelezen, want het is verdeel en heers en veel vraten die ontploffen. Yeah, man. Fuck 'em. So far, so good. Goed gedaan, hè? Als alles volgens plan gaat, hebben we die vrijgeleide in onze zak zitten. En er nog een amulet erbij. Oké. Sorry, ik kon me niet helpen. Lien is blijven doorzeuren en heeft de trage lift toch laten stoppen. Oké, thank you. Oh, ik had zoiets van, als wij nu geen rappe lift hebben, ja, dan zijn we hier tegen de avond niet. Een pick-up moet hen sneller vooruit brengen. Is oké? Laat dan gewoon doorheen. Oké, go. Go. It's good. Oké. Go. Oké. Ja, oké. Go. Daar snapt er de ballen van. Come on, man. Go. Alright. Yeah. Yeah. Woo, yeah. Come on. Go. Faster. Het is anders, maar niet beter. Je gaat wel niet zo traag rijden. 12 kilometer achterop staan Frank en Bliss en Chris en Lut in tweede positie. Die een Engels heeft niet vaag. Ik weet het zeker. Ja. Maar de dochter van de dorpschef neemt rustig de tijd voor boodschappen. Are you
Jimmy en Mier. Ja, zachtjes te kijken. We gaan ze hardcore voorbij nu. Dag maar met twee. Uiteraard. Zij gaan volgens mij over lijken om te halen. Goed gedaan. We komen vanaf de laatste plek. En de volgende fase is Lien en Inge pakken voor die vrijgeleiden. Lien en Inge, nou, ons op de laatste plek gezet. Ik hoop echt dat we als eerste komen. Dat zou de beste wraak zijn die we kunnen nemen, weet je. Op 5 kilometer van de finish kan Lien alweer haar zenuwen niet bedwingen. Faster! Wat is dan een keer rustig? Wat zotte! Come on, go, go! Maar alleen, ik wil uitstappen. Kom, stop! Oké, stop. Moet jij niet tegen die mensen te roepen? Wat die mensen eraan doen? Oké, thank you! Amir en Jimmy zitten nog maar 1 kilometer achter. Maar de chauffeur kent de tempel niet waar ze naartoe moeten. Can we go with you? Yes! Please! Kom de auto af. Oh joh. Hey, Jimmy en Amir zitten erin. Oh ja. Wij gaan zien een vlog hebben en namen zoals ze hier hebben. Wat je lang huren, bro? Come on. Ik denk dat we er bijna zijn, hè? Ik denk dat het daar is. Lang niet, bro. Bij zo'n gaat wat naar huis. Gaat wat naar huis? Oké. Huh? Ja. Oh. Tempel. Allemaal welkom op de rangschikking van de 5e etappe. Wie deze etappe wint, krijgt deze amulet van €10.000. En ook een vrijgeleide. Dat koppel is dus sowieso veilig voor de volgende etappe. Theo, wat vind je van Laos? Ik vind het land wel mooi. Je hebt veel groen, je hebt wat heuvels ertussen. Dus ik vind het land mooier dan Cambodja, zonder meer. Oké. Amir en Jimmy, hoe zit het nu tussen jullie en Inge en Lien? Ze hebben ons als laatste laten starten deze race. En het is een battle tussen ons. Over naar de rangschikking. Frank en Bliss. Mark en Theo, jullie hebben het niet goed gedaan deze etappe. Dat betekent dat jullie in de volgende etappe achteraan beginnen. En dat is een eliminatie-etappe. Er staat dus veel op het spel. Wie heeft deze keer de vrijgeleide gewonnen en deze amulet? Amir en Jimmy. Proficiat. Dankjewel. Alsjeblieft. Goed gedaan. Volgende week in Peking Express. Twee duo's krijgen liftles van een oude bekende. Wait. Good morning. You're my friend, hè? Yeah. Reinier, finalist van de eerste Peking Express. De koppels ontdekken Kator Wai, de nationale sport van Laos. They can sleep with us and tomorrow morning we have to play Kator. En aan het einde van de etappe moet één duo naar huis. We did it, guys! Mark, soms denk ik dat jij wel eens uit de ei komt, weet je dat? Uit de ei? Uit de ei. Waarom uit de ei? Zeg je? Kan jij dat niet eens uit? Uit de ei komen? Nee, dat dulde mee. Een beetje wereldvreemd. Ik bedoel, een blik tonijn, of je dat nou in Nederland of in Cambodja of in Laos koopt. Nee, ik eet dat gewoon niet. Ik eet dat nooit. Ik eet alleen maar vers. Ik eet dat niet, het blik. Nee? Dat toch niet? Nee, hè.